langer levens te vroeg stoppen, blijft de Hartstichting investeren in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. De Cascaderun in Hogeveen is een prachtige gelegenheid om informatie te verstrekken en vrijwilligers te werven. Ineke Bekkering, regiocoördinator voor Groningen en Drenthe, is op 15 april dan ook vroeg in het centrum van Hogeveen te vinden om te assisteren bij het opbouwen en inrichten van de mobiele informatiestand. Cascaderun en Hartstichting, dat is een goed team. Leg eens uit waarom. Omdat de Cascaderun een geweldig feestelijk evenement is. Met afstanden van 5 en 10 mijl. Dus bereikbaar voor een hele grote groep mensen. En wij zijn van de Hartstichting natuurlijk heel erg voor gezonde leefstijl en bewegen. En daar past de Cascaderun in die zin prima bij. Wordt er vandaag ook gecollecteerd hier? Uiteraard, wij maken van die gelegenheid gebruik. Er worden collectanten op pad gestuurd langs de route en hier in het centrum om te collecteren. En wij proberen nog collectanten te werven die misschien deze week al een straatje lopen voor de Hartstichting. Want dat blijft natuurlijk ontzettend belangrijk. En waar wordt dat geld allemaal aan besteed? Dat geld wordt voor het grootste deel besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Dat is heel erg belangrijk om hart- en vaatziekten vroegtijdig op te sporen. Te leren begrijpen waarom ziektes ontstaan, om ze beter te behandelen, waar nodig zelfs te genezen. En er gaat ook heel veel geld naar voorlichting, preventie, projecten zoals vrouwenhart- en vaatziekten, reanimatie, kinderen met aangeboren hartafwijkingen. Er is een ontzettende hoop te doen met het geld van de Hartstichting. Wij zijn helemaal afhankelijk van giften uit de samenleving. We hebben natuurlijk vaste donateurs, maar de collecte levert ook 4,1 miljoen euro op. Ja, en dat is natuurlijk een formidabel bedrag en daar kunnen we niet zonder. Dus dat is absoluut belangrijk. En zijn er nog vrijwilligers nodig? We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Vele handen maken lichtwerk. En hoe meer vrijwilligers, hoe korter de route. Maar dat is natuurlijk met de collecte. Wij zijn afhankelijk van giften uit de samenleving, maar onlosmakelijk daaraan verbonden. Ook van mensen die tijd willen geven om dat geld in te zamelen. Dit zijn allemaal prijzen voor een loterij voor de Hartstichting. Een groot deel is beschikbaar gesteld door de binnenstand van Hogeveen. En voor de rest zijn het dingetjes van de Hartstichting. Wat ga je vandaag hier doen? Collectanten winnen. En ik ga bij de stand staan. En zoveel mogelijk collectanten winnen hier voor de Hartstichting. En collectanten winnen. Dan zullen collectanten waarschijnlijk vaak zeggen, wat moet ik dan doen? Nou, dan leg ik het uit van dat ze niet verplicht zijn. Dat het vrijblijvend is. En dat ze heel blij zijn als ze wel voor ons gaan collecteren. En hoeveel tijd is een collectant eraan kwijt? Dat hangt er een beetje vanaf. Heb je een grote straat, dan is het een uur. En een klein straatje is een half uur. Maar dat ligt aan de mensen zelf, hoe lang ze willen lopen. En wat is jouw ervaring? Zijn mensen bereid om ja te zeggen? Ja, ja. Tenminste, de collectanten die ik win, die gaan ervoor. Ja.